Goed, solderen. Nou, we hebben hier de vloeimiddel. Hier. Oh, je hebt er al in gedaan. Kijk dan. Vloeimiddel. Gaan we. Inaat. Goed, met vloeimiddel. Bewerken. Zo. Alles wat brandbaar is, zetten we opzij. Of uit de buurt. Dat het geen vlam kan vatten. Nou, je ziet dus nu druppels van vloeimiddel op de plaat liggen. Dat betekent dus dat die plaat een beetje vettig is. En hij is een beetje hoogglans. Dus dan heb je ook kans op druppelvormige vloeimiddel. Nou, dat kun je voorkomen door gas uittrekken. Lucht opzij. Aansteken. De vlam een beetje afstellen. Een kleine knopje hier. Wat druppelvormige kun je voorkomen door die plaatjes een beetje lichtelijk te verwarmen. Kijk, dan zie je dus dat het begint te bruisen. Dan voeg je weer wat toe. Als de plaat warm is, gaat dat namelijk makkelijker. Dus rijkelijk erop brengen. En niet te lang vasthouden, anders verbrand je je kwast. Zo. Nog een keer verwarmen. Totdat het vloeimiddel een beetje glazig wordt. En met de soldeerstrijker, dat is deze pen van titanium. Want je ziet dus door het bruisen van het vloeimiddel dat het uit elkaar gedrukt wordt. Dan drukken we die twee blaadjes tegen elkaar. Zo, op deze manier. Dan maken we van de warmte gebruik. En met de pincet, de pionenpincet. Dat is deze korte stalen pincet. Gebruikt die alleen om pioentjes mee op te brengen. Dit is een titanium pincet. Die mag alleen in vuur en zuur. En dit is een stalen pincet. Die gebruik je alleen voor de pioentjes. Die moet je ook schoon houden. En vooral niet in het vuur brengen. Anders worden die punten die worden zacht. Dan pak je zo'n pioentje op. Doop ik in het vloeimiddel. Dus ik maak nu gebruik van de warmte van het plaatje. Hou ik hem even vast met mijn pincet. Laat ik hem los. Totdat het begint te bruisen. Het vloeimiddel. Nog één. De naad leggen. Even vasthouden. Die zit ook vast. Nou, ik denk dat ik er 4 neerleg van deze grootte. Het is best wel een lang stuk wat je moet solderen. Hier opbrengen. Zo. Nu ga ik het geheel weer verwarmen, totdat de pioentjes een bolletje worden. En dan zitten ze al bijna tegen de smeltgrens aan, dus dat het pioentje gaat vloeien. Dus dat is eigenlijk een cruciaal punt. Dus als dat gebeurt, dan is eigenlijk het moment aangebroken dat het kan uit gaan vloeien. Nou, dat zal dan ook gebeuren. Hou rekening met dat het pioentje eventueel naar links of naar rechts kan vloeien. Daarom moet je deze soldeerstrijker altijd in je hand houden, zodat je het eventueel kan corrigeren. Mocht dat het geval zijn, dat het naar een of naar de andere kant vloeit, dan moet je het desbetreffende gedeelte moet je dan ontwijken met je vlam. Dus dan ga je het pioentje trekken altijd naar de heetste punt toe, naar de heetste kant toe.
Dus dan ga je naar de koude kant, ga je meer de vlam oprichten. Dus dat het dan gecompenseerd wordt naar het midden. Heel verhaal. Ik hoop dat het duidelijk is. Komt goed. Luister nog maar een keer na. Hè? Ja, heel goed. Daar is die videoopname voor. Ja. Nou, belangrijk dat het plaatje gelijkmatig verwarmd wordt. Dus dat het allebei dezelfde temperatuur heeft. Omdat het twee verschillende materialen zijn, kan het nog wel eens anders zijn. Dus dat het ene plaatje meer warmte opneemt dan de andere. Dus daarom goed bewegen met de vlam. Kijk, nu begint het al te vloeien. En je ziet dus dat het naar de rechterkant schiet. Nu is hij al uitgevloeid naar de rechterkant. Dus dan moet ik meer naar links met de brander. Om daar meer warmte. Kijk, en nu gaat hij wel vloeien. Deze ook, die vloeit ook. Op het moment dat het uitgevloeid is, dan moet je ook gelijk weggaan met je vlam. Want anders gaat de soldeer die gaat koken. En dan krijg je kratertjes op de plek waar het pioentje heeft gelegen. Waar het soldeer heeft gelegen. Want dan brandt het namelijk in. Als je met zilver gaat solderen, dan heb je dat ook wel, maar veel minder. Alleen dat koken, dat veroorzaakt weer gaatjes in je soldeer. Bij zilver althans. Dus op het moment dat een bolletje is, het gaat vloeien, het is uitgevloeid, per pioentje, weg met die vlam. Stoppen. En dan naar de volgende pioentje. Nou, even kijken aan de achterkant of het allemaal doorgevloeid is. We pakken dus een titanium pincet, want die mag warm worden. En dan kijk je of het goed door is gevloeid, want dat is wel belangrijk. En dan zie je hier een zilveren soldeernaad lopen. Nou, hij is perfect doorgevloeid. Dat was het.